de Nationale Autoshow. Precies een jaar geleden nam de Zweedse Hedin Group... dealerholding over dealer van meer dan 20 merken... met 100 locaties in Nederland. die Hazendonk is CEO van Hedin Automotive Benelux... ook importeur van Honchi, Ineos. Oh? Wat goed wat je dat je het in één keer goed zegt. Ja, want ja, mensen eh, denken dat het Honki is. Hon he? Ik vind Honki leuker klinken eigenlijk. Maar ja, maar he. het is wel een beetje alsof je op de klak stond de hele tijd. Honki. Honki. Honchi. Ja, nee, Honchi is het hon toch? Inderdaad, wij houden het bij Hongqi. Ja, Hongqi. Hong ja, Hong ja, wel die K. Ja, toch, u mij een beetje K. Ja, 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 We oefenen nog even. Maar Hongqi? Hong Hongqi. Ineos en Ram. Dat Inderdaad. zijn de, de merken ja, ja. die jullie voeren. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, Rebranding van Ster naar Heden is, is ook gaande. Ik kan ik me voorstellen, hoe ver zijn jullie? Eigenlijk, uh, mission completed. Uh, onze digitale transitie, die hebben we al gedaan 9 januari. En de uh, fysieke uh, transitie van Stern naar Hedin Automotive is eigenlijk quasi afgerond. Er zijn we bepaalde merken waarom nog de signage op de vestiging moeten aanpassen. Maar uh, eind deze maand uh, zou het moeten helemaal afgewerkt zijn. Oké. Okay. En, en waarom moest die, uh, de merknaam Stern verdwijnen? Kijk, Hedin Automotive is uh, een internationale groep uh, vertegenwoordigd ondertussen in 13 Europese landen. Exact één jaar geleden besloten uh, de sterren te verkopen aan de Hedin groepen en, uh het spreekt voor zich dat elke internationale groep zijn eigen naam ook gaat uh, dragen. We hebben ook onze relevantie, zowel naar de klantdoelgroepen, maar zeker ook naar de invoerders, naar de OEM's, um, uh, kracht bijzetten. En dan is het evident dat je als naam overal dezelfde naam gebruikt. Dus zo is onze autotak Hidden Automotive en onze uh, rent-takt. want we hebben naast de uh, autodistribution ook nog ons eigen verhuurbedrijf. En dat noemt Mabi Mobility, net zoals in andere landen. Oké. Okay. Ik wist helemaal niet geleden dat ook al een in kwestie in, in, Nederland, in Nederland 18 vestigingen, ongeveer 4000 ja, auto's. Ja, dus kijk, niet, ja. Niet, niet slecht. Ja. En nog uitbreidingsplannen? <laughs> uiteraard, uiteraard. Uh, we are here to stay and to grow. Ja. Dus uh, onze ambitie is wel degelijk om niet alleen uh, sterren over te nemen, maar uh, we zijn actief bezig om ook verder te groeien. Uh, zo hebben we onlangs nog drie Peugeot en één uh, Kia vestigingen aan ons palet toegevoegd. En ja, er zit heel wat in de pipeline. Er überhaupt nog wat te kopen? Want uh, inmiddels uh, de, de Van Mossels en zo, en de Laumans, die hebben al Pon zoveel uh, dus die dealers gedaan. Ik heb ook ongeveer elke week een persbericht gekregen ja, van ja. van Mossel, dat ze weer een dealer hadden overgenomen. Ja, er zitten heel veel dynamieken in de markt. Ik boel, als ik kijk op met, met Anders Hedin, de, de eigenaar van het bedrijf, wat ik nog even aangeven, we zijn een 100% privately owned company. Dus uh, Sterne was een ze uh, op de beurs. Nee, Hedin, is, Hedin Automotive is 100% privé. Um, we hebben toch wel een heel ambitieus plan in Europa, waarbij we willen super retailer zijn. Wat betekent dit? Wij willen uh, de 43 merken die we voeren, willen wij ook dan relevant kunnen verdelen in de verschillende landen, dat we dus een footprint hebben bij die invoerder. Zo bij, hebben we bij de 25 merken die wij in Nederland doen, ongeveer gemiddeld 10% marktaandeel binnen dit, binnen dit merk. Maar evenzeer willen wij invoerder zijn, dus importeur. En we zijn in Europa ook al invoerder van 11 merken. Bijvoorbeeld, je hebt het net aangehaald, van Ram, Ineos en Hongchi. En wij zijn ook ervoor uitgerust om verder te groeien, ook op vlak van invoederschap. Ja, oké. Okay. Dat ja, is Ik wist dat jullie Honchi uh, deden. Um, 43 merken. Dan heb je ze ook wel allemaal ongeveer in Europa te pakken. Zeg maar de, de belangrijkste lijken. Ferrari dan. hadden we niet. Nee, nee, nee okay. ja, ja. Hadden, hadden. Dat zouden jullie <laughs> nog wel willen hebben. Ja, ja, ja dat snap ik. Ja. Nee, maar, en, en is het dan over. ...van belang om in Nederland ook, zeg maar, dat hele palet compleet te maken? Alle merken te doen? Of zeg je van, nou nee, ik wil liever, zeg maar, gewoon echt een ja, genoeg met één merk doen? Ik je. Zoals net aangehaald, we willen relevant zijn. We willen ja. kunnen uh, duurzaam groeien. Dat heet eigenlijk profitabel groeien. Dus ja. wij zijn uh, uiteraard geïnteresseerd om de merken die we in ons palet al hebben. We hebben Mercedes, Volvo, uh, Kia, Ford, uh, de merken van de Stellantis groep. Ook JLR, Vesting, um, die we pas trouwens uh, vernietigd hebben. Hebben we allemaal in ons aanbod. 25 merken maar maar er zijn ook in Nederland nog merken die we niet vertegenwoordigen, maar wel in andere landen. Bijvoorbeeld BW Mini, waar ik ja. zelf vandaan kom, 25 jaar voor gewerkt. Ja. Dat staat natuurlijk op mijn wishlist. Yeah. Maar er zijn zeker ook nog andere merken die we in andere landen voeren, die dat we ook in Nederland willen voeren. Waarom? Yeah om synergie te kunnen creëren over de groep. Ja. Nou, maar die BMW die zijn allemaal ook aan het vizieren in Nederland hè, want volgens mij moest er het soort publiek ruim dat er tien contractpartners moesten worden zeg maar in Nederland. Dus en, en, en volgens mij zijn er nog steeds meer. Dus er is, maar er is ook al wel heel veel gebeurd. Dus, het lijkt me het is wel interessant om zeg maar bij jullie dan mee te lopen te kijken van ja, met wie ga je bellen, met wie koffie drinken en waar waar zitten kansen. Nou, in de ganse automobielindustrie is er heel wat in beweging. Er is yeah. een bepaalde dynamiek in. Dat is niet alleen in de technologie, is het nu de aandrijflijn van BMW. We zien de diesel over ja. hybride naar elektro of morgen misschien uh, waterstof. Hetzelfde zie je ook in de consolidaties. Er zijn een aantal groepen, je hebt er zelf al opgenoemd, die uh, actief zijn, niet alleen op de Nederlandse markt, maar ook uh, ondertussen daarbuiten. En dat is ook een beetje een ja, natuurlijke uh, ingeving. We zitten vaak bij de automobielbedrijven aan de derde generatie die eraan komt. Yeah. Waarbij dan uh, zoon of dochter lief uh, gevraagd wordt: kijk, ja, ben jij bereid om te investeren in de toekomst in dit, in dit bedrijf? En het is niet omdat pa en, of grootvader uh, autofan uh, was, dat daarom uh, kind uh, of uh, dochter of zo'n lief dat ook is. En dan komt automatisch de vraag: van kijk, aan welke investeerder kunnen wij of willen wij verkopen? Yeah. En dan komen natuurlijk de usual suspects om de hoek kijken. En opnieuw, een groep zoals Hedin Automotive uh, is altijd bereid om elke opportuniteit te ja. bekijken. Yeah. In de eerste plaats al bij de merken die we voeren, zodat we ook daar ons, onze footprint kunnen vergroten, een grotere relevantie hebben. En nieuwe merken, uh, die nemen we altijd uh, onder de loepen. Uh, die houden we tegen de lamp om te bekijken: is het ook uh, een goede aanvullingen aan ons bestaand aanbod. Ja, maar dat lijkt me wel lastig, want stel dat je kunt nu ergens een, volgens mij zijn er niet nog hele kleine BMW's, dus maar bijvoorbeeld Maar je krijgt dan een hele kleine BMW dealer je en je denkt ja, eigenlijk is het niks. Maar ja, het is wel de eerste van wat misschien. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Ja, zeg je dan? Van, nou ja, we, 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 in, in Vlaanderen zeggen we wie het kleinere is groter het ja, groter niet ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, nee, kijk. Um, wij zijn opnieuw um, een partner van een bepaald merk, en dan bekijken we dat niet specifiek alleen maar in Nederland, maar Europees. Hè. Zo hebben wij voor BMW al in Zwitserland, uh, in Finland en in, de, in Zweden uh, BMW en Mini dealerships. Dus het is dus ook Evident dat dat eventueel er zou bijkomen in nog ja. andere landen, in de dertien landen dat wel actief zijn. Maar dat is geen doel op zich. Dat is, als er een opportuniteit is, ja, zijn we ja. kandidaat. Maar we zijn geen, niet actief op pad om kost voor kost elk merk en elke vestiging te gaan kopen. Het moet, het moet een win-win situatie zijn ja. voor de verkopende partij en ook voor ons. Ja. Dat dat een aanvulling is van, het, van, ons, van ons aanbod. Ja. Ja. Had je het net over uh, het feit dat jullie uh, een, een duurzame groei ambiëren, hè, ook hier in Nederland? Nou was dat misschien ook wel de ambitie van Stern, maar dat lukte niet heel erg de afgelopen jaren. De, ooit ja, ja. een understatement, uh, ooit de grootste deal-holding van het land. De laatste jaren uh, behoorlijk wat marktaandeel ingeleverd. Hebben, hebben jullie een beeld van hoe dat komt dat Stern zoveel terrein heeft verloren? Want ze zijn um, gezakt naar plaats vijf. Kijk, dat is natuurlijk mijn rol om nu met mijn uh, executive committee juist die turnaround te gaan ja. werken. Er uh, waren goede redenen waarom dat uh, sterren uitdagende jaren gehad heeft. We mogen ook niet vergeten dat de automobielindustrie een heel kapitaalsintensieve industrie is. Ook een uh, vlak van human capital. We moeten heel veel um, um, mensen te werk stellen voor een bepaalde omzet te draaien, voor een bepaalde marge te draaien. En die marge in de automobielindustrie, dat is lang bekend. Ja. Zijn flinterdun. Dus er moet al niet veel fout gaan om, om ik, moeilijke jaren te ik doen. Ik hoor dat iedere keer. En dan, uh, dan kom ik weer bij zo'n dealer-eigenaar. En dan denk uh, ik: ja, kom, loop even mee. Kijk hier, ja, dit is daar. Nou. Dan heeft hij vijf nieuwe auto's gekocht. Uh, Bentley vanochtend een persbericht: 700 miljoen winst. Of iets dergelijks. 40.000 euro per auto verkochte auto had Bentley winst. Dus ik, ja. ik die flinterdunne de marge, denk ik altijd. Ja, kijk, ik denk mm, dat. Ja, ja to, in 2022 was. Een uitdagend jaar door de chip shortage en yeah. enzovoort, enzovoort. Maar dat heeft natuurlijk een positief effect gehad. dat er een grotere vraag dan aanbod was. Yeah. Dat gold voor quasi elk merk. En daar heeft, heeft hebben de OM's van kunnen uh, profiteren. als ook heel wat dealers. Dus iedereen die zijn zaken op orde had. heeft toch min of meer een goed jaar gehad. Maar het is een maar. Yeah. Als je kijkt terug opnieuw. we zijn een kapitaalsintensieve business. Uh, de interestkost alleen al. van vorig jaar naar dit jaar is verdubbeld. Ja, yeah. true. En ja. daar kan je niet zomaar uh, nieuwe marges tegenover zetten. Want de competitiviteit, u heeft het net genoemd, er zijn heel veel nieuwe spelers op de markt. Uh, en dat, dat maakt gewoon dat, er, dat het niet zomaar uh, vanzelfsprekend is. Dat je duurzaam profitabel bent. Ondanks uh, grotere vraag dan aanbod, zijn er ook nog altijd heel wat merken en heel veel dealers die vorig jaar echt wel gestruggeld hebben yeah. om het hoofd boven water te houden. Dus yeah. opnieuw, samen met mijn uh, Hedin Automotive Executive Team, is het onze dagelijkse taak nu om die, om die turnaround te maken. En uh, we laten geen enkele steen uh, om, onomgedraaid. We hebben 17 actiedomeinen waar we willen onze business optimaliseren, maar ook onze kosten onder controle houden. Want ja. dat is de grote uitdaging. Opnieuw, Stern was een business bedrijf, maar daar komen ook uh, bepaalde overheden bij. En dat zijn, ja. dat zijn natuurlijk ja. domeinen waar ik nu vandaag samen met mijn team uh, kritisch te, naar kijk en, uh, en verandering pro proberen in te krijgen. Maar vooral ook ownership. Het is niet omdat je een groot bedrijf bent, dat je sowieso een geoliede machine bent. En uh, ik geloof altijd in de, in de sterkte van het individu. En dat betekent ik wil mijn mensen ook de verantwoordelijkheid geven, maar en tegelijk de accountability geven voor hun business. Concreet. We hebben 70 vestigingsmanagers en ja. voor mij zijn dat allemaal individuele ondernemers. Ja. Met hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook accountable. Ja. Dus als er een vestiging niet goed rijdt, dan wil ik ook weten waarom ja. en wat iedereen gaat doen. En dat is de, aanpak, de vernieuwde aanpak die we willen brengen onder het hele Automotive Label. Ja. Dus je, je bent uh, België, dus is dat dan uh, leuk of 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 toe Nederlands zijn natuurlijk wel vrij direct, kunnen vrij direct zijn. Is, 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 heb, je, heb je daar aan moeten wennen? Je dacht zo, hallo? Ja, hij, hij zegt het wel even gewoon zeg maar redelijk uh, ik hou Ja, je houdt ervan. Ja. 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 Ik, ik ben een van die Vlamingen die best ook wel, ja. die best ja. ook wel ja. bekend staat om direct te zijn. Ja. Nee, alle gekken op een stokje. Um, kijk, aanpakken en doorpakken. Um, ik noem het vroeger altijd, uh, als ik bij uh, mijn vorige werkgever actief, was, uh, uh, speed is key, anticipation even better. En dat is ook zo. In de business, je moet niet wachten dat als de uitdaging zich voordoet om dan te gaan schakelen. Nee, je moet dat meteen doen. En dan heb je ook geen tijd om, uh, om, 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 om uren te blijven uh, ja, praten over dingen waarvan je de uitkomst al weet. Ja. Zeg het met me dan meteen ja. wat je ervan denkt en dan gaan we praten en dan, dan doen we er wat aan. En uh, zo werk ik ook graag met mijn team. Ik hou van, van de directheid want dan verspil je geen tijd. Nee, true. Dat, dat is waar. Um, aan de andere kant als Belg... Ik ben altijd bang dat we een beetje worden uitgelachen in Nederland. We onze nieuwe verkoop stel ik helemaal niet voor. Dus de automarkt is echt bijzonder. Weinig nieuwverkoop. verkoop. Veel occasions. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar als Belg is dat dat een moeilijke markt? Of... Nee, ik vind dat een opportuniteit. Ik, als een van ja. mijn, van mijn uh, speerpunten in België was ook bij mijn vorige werkgever om de occasion-markt verder te ontwikkelen. Want als je kijkt in, in Nederland, ook nu bij Hedon Automotive, we verkopen ongeveer evenveel uh, nieuwe wagens als occasions. 15.000 nieuwe voertuigen versus ongeveer 15.000 occasions. Als ik in België nu zou staan, dan zou dat zijn 70-30. Ja. Dus dat is een gigantisch potentieel, want uiteindelijk als je, hebt, als je kijkt naar de markt, hoe die zich ontwikkelt. De gemiddelde prijs van een nieuwe auto gaat naar de richting van 50.000 euro. Dus je hebt op de PKZM-markt, op de particuliere en de kleinzakelijke markt, zie je toch wel best wel uitdagingen dat de consument niet mee kan. Dus die occasion-markt wordt des te belangrijker, en vandaar ja. ook om een voorbeeld te geven, de occasion-lease is een mm. product die wij ook nu actief gaan promoten, omdat ook bedrijven die de tering naar de neering willen zetten, die kijken naar die markt als we van kijk een wagen is vandaag gebouwd om 20 jaar mee te gaan. Dus waarom zou ik niet een, een occasion van vier jaar dan gaan leasen? En dus ik geloof absoluut in verdere doorontwikkeling van die occasionmarkt. Ja. Nou is ook als we dan toch naar de nieuwverkoop kijken, een aantal van de, van de automerken die jullie ook in de portfolio hebben, die stappen over naar het agentmodelschap, het agentschapmodel. Wat betekent dat voor jullie? Gaat er veel veranderen? Hm. Opnieuw, de automotive industrie is in, uh, in volle transitie. En ja. elke constructeur bekijkt hoe dat hij ook zijn distributiemodellen moet organiseren. Um, onafgezien of het nu een wholesale model is, het huidige systeem, ja. of een agency of direct sales model, ik denk dat elke partij belang heeft in die, in die business. Um, het een gaat met het ander. De, de manier waarop dat we gaan de klant um, zijn factuur sturen, die zal morgen misschien anders zijn. Ja. Maar uiteindelijk wil de klant een fantastische digitale beleving hebben, in de online wereld. En uh, wanneer de moments, moments of truth komen in de fysieke wereld. dan willen wij nog altijd dat wij met raad en daad hem bijstaan. En daar uh, blijven allebei een rol voor hebben. Maar hoe dat wij dan in de toekomst gaan afgerekend worden. Ja. dat zal dan wel anders zijn. Ja. Maar ik denk dat we een belangrijke rol gaan hebben. Want we mogen niet alleen uh, spreken over het product voertuig. Maar vandaag is bijna 99% van de auto's worden verkocht met een of andere bijkomende dienst. Is het een financiering, een leasing, een verzekeringscontract, onderhoudscontract zonder te vergeten, laat oplossingen laat staan, een laadpaal thuis. Dus dit kan je natuurlijk allemaal perfect digitaal inrichten. Op papier. Maar ja. in de praktijk denk ik dat er toch nog altijd een adv adviserende partij gaat moeten zijn om dit goed in, in goede banen te gaan leiden. En als het dan ook eens even fout gaat, om dan ook te zorgen dat er iets. Opgelost wordt. En op, op, daarom ben ik ook absoluut overtuigd. Enerzijds komende van een constructeur waar ik 25 jaar actief was, ja. en nu langs de andere kant langs de dierzijde. Ik denk dat we beide een belangrijke rol hebben om met de klant in dat, op het oog, om dan de beste service te, te blijven bieden. Want als we als constructeurs en autodistributeurs niet op dezelfde lijn zitten... om in de eerste plaats die klant een optimale beleving te gaan bieden... dan komen we in, uh, ja, in, woelig, in woelig water. En ik denk niet dat één constructeur wilt. Dus het zal altijd in partnership zijn. Ja, dat is natuurlijk zo. Leuk. Dus, um, Jullie importeren ook drie merken. Heel kort nog even. Honshi, Ineos en uh, Ram. Waarom deze merken? Ja, er zijn natuurlijk heel wat landen, uh, merken sorry, die al onder, uh, onder de pannen zitten. Uh, Hongqi was uh, voor Nederland een nieuw merk, maar is eigenlijk in China al een heel, uh, heel lang uh, bestaand merk Sinds 1958 uh, bestaat dat merk onder de groep van FAW, om een uh, voorbeeld te geven. Die, kost, die bouwen 3,5 miljoen auto's. Dat is... Uh, de helft meer dan Mercedes of BMW of Audi. Dus dat is ja. ook wel een serieuze speler. Maar heeft altijd alleen maar de lokale markt bediend. En zij vonden zich nu rijp om ook naar Nederland te komen. En wij zijn nu gestart met de EAS 9, dus een 100% elektrische SUV. Eigenlijk het topmodel van hun gamma. Om op die manier brand awareness te creëren binnen de Nederlandse markt. En uh, eind dit jaar al komt er een midsize uh, SUV en een midsize sedan aan. Dus de bedoeling is eigenlijk een market entry te doen. Eerst met de, top, met de topmodel en dan de andere. Ja, nou interessant. We maar, het, maar we moeten afronden. Dus, ja, nee, ja we, we, we hadden denk ik, echt nog wel langer. Zeker, we hadden zeker, zeker langer zeker. door kunnen praten. Maar goed, dat moeten we een andere keer nog maar doen. Hartelijk dank, Eddie Hazendonk, CEO van Heden Automotive Benelux. En zometeen.